Voor badmintonclub BV Almere begint precies over een week de kampioenspool in de Eredivisie. Het wordt een zware kluif om de finale te halen, want de Almere's kampen met veel blessureleed. Kijk, voor ons geldt in ieder geval de ambitie die we nu hebben, met alle uitdagingen die erbij komen kijken, dat we wel natuurlijk gaan spelen voor de play-offs. En natuurlijk, als we voor de play-offs spelen, dan gaan we ook spelen voor de finale. Maar ik denk dat de omstandigheden er nu wel voor moeten zorgen dat we wel realistisch moeten zijn. Maar we hebben met z'n allen wel de ambitie om voor de verrassing te zorgen. En we hebben ook de kwaliteit om dat te doen. Het is daar wel heel belangrijk dat we heel kritisch en scherp gaan kijken van waar kunnen we onze punten halen. In welke combinaties gaan we dat doen. Want je hebt nu minder mogelijkheden op zekere punten. Dus die moeten we heel efficiënt gaan inzetten. Ja, mooi bal, Robin. Staats moet een paar vaste krachten missen. En binnen een kleine ploeg is dat niet makkelijk om op te vangen. Er wordt in deze situatie nu ook meer van hem verwacht. De coach moet nu puzzelen om toch goed voor de dag te kunnen komen op het hoogste niveau. Je gaat anders beredeneren. Eerst heb je gewoon je spelers waarvan je weet die leveren. En nu is het zo van, wat ga ik doen? Ga ik mix op mix 1 zetten of op mix 2? Wat doe je met je dames? Wat doe ik met mijn heer? Wie ga ik nu halen uit team 2 of 3? Kan ik dan wel of net niet daar nog misschien een bonuspunt wegpakken? En dat maakt het ook leuk. Zeker als je misschien nu eens een keer ten opzichte van de andere jaren, nogmaals, dat hebben we liever omgekeerd, vanuit de stut underdog moet gaan werken. Maar goed, dat kan wel voor verrassing zorgen. Het eerste stapje richting de finale, het landskampioenschap, kan volgende week zondag worden gezet. De eerste wedstrijd in de kampioenspool speelt Almere thuis tegen Duinwijk. En de wedstrijd begint om 2:00.